pakket zo groot gehad en ik krijg het niet eens in beeld. Ik zeg echt super vaak super in deze video en het is echt heel vervelend. Het spijt me daarvoor. Oké, dus ik heb dit pakket binnengekregen en ik ga het nu unboxen. Het is echt één grote boelende. Ik weet een beetje wat erin zit en ik ben heel bang. Dit pakket weegt 17 kilo. Dus kan je nagaan. Het is echt één grote boel ellende. En ik heb hier een schaar en ik ga hem openmaken. En dan gaan we samen kijken wat erin zit. Oh mijn god. Kijk even. Wat is die fucking shit? Echt weer omhoog. Kijk nou. Ik ga het niet allemaal aandoen, daar word ik echt helemaal kribbelig van en daar ben ik echt veel te lui voor, persoonlijk. Dus ik ga gewoon eventjes de linkjes in de beschrijving zetten waar je alles kan vinden. En dan zul je ook gelijk de aanbeelden op de modellen zien. Ik ben gelijk helemaal buiten adem. Het is echt een hele grote doos vol en het is niet allemaal voor mezelf. Ik heb ook een aantal dingetjes voor mijn oma besteld. En ja, zij is er ook gewoon heel erg blij mee. En ik bedoel, ik hoef niet al deze kleding. Dus ik kan haar hier ook weer heel erg blij mee maken. Dus niet alles is voor mij, maar ik denk wel dat je de spulletjes wel leuk zou vinden, want ik zou ze persoonlijk ook gewoon dragen. Dus ja, let's go. Om te beginnen heb ik hier deze trui en dit was gewoon een one size. Deze is bijvoorbeeld voor mijn oma en dit is gewoon een hele lieve roze kleur. En dit is gewoon een lekkere warme trui. Volgens mij is het wel gewoon polyester en het heeft een soort van cable om dit patroontje. Dus die is heel erg leuk. Dan een blouseje en deze is wit met streepjes en heeft een soort van blauw iets om je nek, een soort van dat het lijkt alsof er een vestje om je blouse heen hangt. Super leuk vond ik dit. En dat is deze. Deze is volgens mij gewoon van katoen, dus dat is heel erg goed. Of het lijkt wel linnen zelfs, maar het is volgens mij gewoon katoen. En dat is dan een blouse die dan hier gewoon een kraagje heeft. En dan hier tot hier heeft hij dan knoopjes, dus niet helemaal voluit. En dan zit er nog een, hoe heet het ding? Een dingetje bij dat je het zeg maar zo kan doen. En dan lijkt het net alsof je een sjaaltje om hebt of zo. Ik weet niet. Ik vind het wel heel erg schattig. Dan, oh ja, dit was een cropped sweater die ik had besteld. Dit is, vind ik gewoon heel erg chill om in te slapen. En dit is een beetje, ja, geel eigenlijk wel. En hij komt echt tot best wel onder mijn borsten. En dan tussen mijn navel en mijn borst ongeveer. Het heeft een capuchon. En dan heeft het gewoon lekkere lange mouwen met een curve dingetje. Dus het is een beetje, zeg maar, normaal sweater materiaal. Ik kom niet in mijn woorden. Ik ben heel erg overweldigd door deze doos. Maar oké, dat is dus deze. Dan heb ik gewoon een simpele witte blouse. En dit is niet eens heel erg speciaal. Gewoon super simpel. Prima basic. Kan overal bij. En dat is die. Dan deze. Dit is een geruit overhemd. Dit is gewoon met blauw en groen en rood en wit. En even kijken hoor. Het kraagje ziet er zo uit, dus dat is wel heel erg leuk. En die kan je dan zo omvouwen en dan heb je zo'n leuk fringy-achtig dingetje bij je nek zitten. En voor de rest is hij gewoon super simpel en basic. Dus ga naar mijn oma toe, want zij vindt hem heel erg leuk. Dan heb ik het meest perfecte grijze rokje ooit gevonden. Ik werk samen met Red.co en daar zie ik altijd hele leuke truien. En ik zag op hun website dat ze een hele leuke trui hadden die ik heb besteld met een grijze rokje. En toen dacht ik, oh my god, ik wil dat ook zo dragen. Dus ik heb dit plooien rokje besteld. En ik vind het heel erg schattig. Het is heel erg fout en leuk, vind ik. En het is grijs, heel erg stevig. En dit gaat dan gewoon hoog in de taille. En dan heb je hier van plooitjes. Super leuk, super schoolgirl-achtig. En deze gaat lekker op mijn kast. Oh mijn god, ik wil het echt nu aan. Dan een spijkerbroek met een rode strik aan de zijkant. Dat kan ik al zien. En ik vond deze zo leuk. Dus deze gaat gewoon hoog in de taille, zoals elke broek die ik heb. En dan heeft hij hier dus gewoon een rode streep. En dan is de pijp is een beetje baggy, zoals ook voor elke broek die ik draag. Dus dat is die. Super leuk en een beetje iets alternatiefs op de normale spijkerbroek. Vet leuk vind ik deze. Dan heb ik een jas besteld. Ik moest even kijken wat het is, maar dit is een jas met een soort van schapen velletje, hoe noem je dat? Dat is deze. En oh mijn god, deze is zo leuk. Hij is lekker lang. En ik heb mijn allergrootste maat besteld die er was, omdat hij heel erg oversized zou vallen. En hij heeft gewoon drukknoopjes, dus dat is super prima. Het zit wel een beetje debiel vast. Hier dit dondert er nu al bijna af. Maar die moet ik gewoon eventjes zelf wat beter vastzetten, want dat heb je gewoon soms met Aziatische webshops. Dat het niet helemaal jovel in elkaar ziet, maar dat maakt in ieder geval niet zo heel erg veel uit.
deze gaat gewoon lekker groot en los en oversized aan. En dan ziet hij zo super lekker, super leuk vind ik deze. Oh mijn god. Yay. Dan vervolgens heb ik een tas besteld. En deze was voor oma, want zij had een tas nodig. Dus dacht ik, okay, girl, I've got you covered. Hier, dat is deze. En deze is gewoon super basic en heel makkelijk en klein. Kijk, alles past er gewoon in. Het heeft een ritsje, dus dat is heel fijn. En het heeft ook nog een lang hengsel, zodat je hem ook nog over je schouder kan hangen. Alles past er gewoon in. Een portemonnee, een telefoon, wat papieren en je paspoort bijvoorbeeld. Heel erg makkelijk, lekker klein. En je kan hem aan de zijkant kan je hem zo uitvouwen, dat hij zo is, wat groter. Of je kan hem gewoon er binnen doen, dat je gewoon een klein compact zwart tasje hebt. Super makkelijk, heel erg leuk klein. Ik weet dat ze deze ook nog in andere kleurtjes hadden. En dan heb je hiervoor nog een klein vakje waar je bijvoorbeeld muntjes in kan doen. Of dingetjes die je snel nodig hebt. Heel erg makkelijk en ja, dat is die. Dan heb ik nog een tasje besteld. En oh mijn god, ik zag dit en ik dacht, oh mijn god, dit is zo bougie. Deze en oh mijn god, ik vind deze zo mooi. Dit is echt een van de mooiste aankopen. Of spullen op Roemooi ever. Dat is deze en deze gaat zo open. En dan heeft hij zeg maar de strap en dan is hij zwart met wit. Met goud en die kan je dan gewoon zo aan deze gaatjes kan je dan vastmaken. En ik zal even wat dichterbij laten zien hoe hij eruit ziet. Hij is zwart met dan hier witte details met bloemetjes en dan gouden en witte studs. En dan gaat hij zo open door middel van een gespje. Ik vind hem echt prachtig en ik kan echt niet wachten om deze te gaan dragen. Dus dat is die en ik ben er zo blij mee. Dan heb ik nog een trui en deze is ook voor oma. En dit is gewoon een hele lekkere oversized trui. Super basic, super prima, maar dit zit zo lekker gewoon in de winter of in de herfst of in de lente. Zomer, whatever floats your boat. En dat is deze gewoon lekker met lange mouwen. En een beetje mooi, wel een hele mooie hals vind ik. Dus een beetje groter dan dat hij helemaal aansluit. En hij is gewoon beige, super prima. En ik vind hem heel erg mooi, dus deze gaat ook weer oma. Dan heb ik zelf nog een trui besteld. En dat is deze. Ik ga het heel even snel uitpakken. Dit is gewoon een hele simpele witte trui met een zwart kolletje met hier dan nog wat zwarte details. En dan zijn de mouwen die zijn langer, dus dat zijn een beetje semi-vleermuismouwtjes. En als je hem dan om hebt, dan kan je hier door middel van lintjes dan je pols wat meer accentueren, als ik dat zo goed kan zeggen. Dus dan kan je hier zo een strikje in leggen. Super kitsch. Nogal Gucci, al zeg ik het zelf. Ik zag dat ze nogal zulke truien op de site van Ready to Wear hadden bij Gucci. En ik dacht, oh mijn god, ik heb het nodig. Alleen Gucci is super duur. Dus dacht ik, okay, dan bestel ik iets wat erop lijkt. Dus dat is die. Dan heb ik nog twee broeken besteld. En de ene is een beetje een junglebroek en de andere is meer een pantalon. Om te beginnen is dit dan de junglebroek. En deze is gewoon super chill, lekker brede pijpen. En dat vind ik heel erg fijn. En dan heeft hij hier van die, ja ik kan niet heel erg goed zien, maar van die touwtjes. Dat je hem gewoon wat meer in je waist of in je heupen kan trekken. Of in je taille. En dan heeft hij ook nog zakken, dus dat is heel erg lekker. Hij heeft een soort van ribbelpatroontje, dus dat is gewoon nog een leuk detail. En dat is deze. Dan heb ik nog wat besteld voor de moeder van mijn vriendje, want zij had het over net panties, maar dan als sokjes. Dus dan dacht ik, okay, dan bestel ik die voor je. Maar dit zijn gewoon hele simpele sokjes en die gaan dan tot over je enkel uit mijn hoofd. En dan heeft het gewoon een heel erg fijn fishnet patroontje, dus dat is deze. Dan is hier de pantalon. Dit gaat een stuk makkelijker open dan de rest. En dan is dit de pantalon. Deze gaat gewoon helemaal naar beneden naar de enkels. En dan heeft hij een beetje een brede omgeslagen enkel. Er staat fashion op, super fashionable. Maar dit is een best wel lekker materiaal. Want het geeft een heel klein beetje stretch. En je kan er ook nog een riem omheen doen. Het heeft nepzakjes. Because what else is nu op de billen. En ja, dat is deze. Ik vind het een hele mooie broek. Echt super mooi. Ik heb deze voor mijn oma besteld. Omdat zij heel erg graag nog een zwarte broek wilde. Alleen ik ga deze ook voor mezelf bestellen zometeen. Dus hier ben ik heel erg blij mee dat zij deze heeft. Want ik weet hoe erg graag ze nieuwe broeken wilde. Dus dan hoop ik dat ze deze heel erg leuk vindt. En dan ga ik hem ook voor mezelf bestellen. Dan als laatste kledingstuk heb ik nog een trui. En dat is deze. En deze is gewoon super simpel groot. Dit is dezelfde trui als de allereerste roze trui of zo'n roze trui. Alleen is deze in het rood. Lekker vurig voor oma. En het is gewoon precies dezelfde trui. En dan in het beetje bordeaux, wijnrood. Super simpel en basic. Maar toch dat je denkt, get damn girl.
Ik wil met jou bingo spelen. Dan heb ik nog 4 paar schoenen. En hier heb ik heel erg veel zin om deze te gaan unboxen. Want ik ben een beetje vergeten welke schoenen ik heb besteld. Om te beginnen deze. En even kijken welke dit zijn. Hop, te vlat. Oh ja. Ik had de Balenciaga cutout boots besteld. Maar dan uiteraard de neppe. En dat zijn deze. En deze lijken vet goed op het origineel, man. Holy shit. Dat zijn deze. En dan... hebben ze hier 2 gouden gespen, vind ik heel mooi. En dan gaat dit zo om je enkel. Oeps, zo gaat het om je enkel. Ze zijn heel erg lomp en dat vind ik heel erg leuk. Gewoon op een super simpele basic zwarte of blauwe spijkerbroek. En dan met een leuke trui erop. Super leuk vind ik deze, oh mijn god. En daar zijn er uiteraard 2 van, dus de andere ga ik niet laten zien, want het is precies hetzelfde. Dan heb ik er nog een en er zit een hele leuke kinky hot kiss doos. En hierin zitten laarsjes. Oh ja, dat zijn deze. En deze zijn gewoon super simpele taupe bruine booties. Het is een beetje leverkleurig of zo, weet ik veel. En dit is een beetje zo'n sokachtig model. Ik weet niet, ik zag dat Tess Christine zo had en ik dacht, oh mijn god, ik wil dat ook. En dat zijn deze, heel simpel, kunnen gewoon met alles. En wat ik wel goed vind is dat ze er extra zooltjes voor je onder je hakbijen doen. Want deze kunnen best wel snel slijten, dus dan als deze kapot gaan, dan kan je gewoon weer een nieuwe erop doen. Dus dat is super handig. En dat zijn deze. Dan als ene laatste schoendoos deze. En ik hoop dat dit mijn Gucci's zijn. Ja, ik heb nieuwe Gucci's besteld. Of Gucci's. Ik heb nieuwe knock-off Gucci's besteld. Dat zijn deze weer en deze keer in een maatje groter. Dit is een maat 40. Ik had een 38 besteld de eerste keer. Was iets te klein, dus nu heb ik deze. Ik heb nu ook al mijn andere aan. Ik heb nu 3 paar deze met de bloem. En dit is weer gewoon de normale. Omdat die andere waren helemaal afgetrapt, dus dan dacht ik oké, dan doe ik deze gewoon weer. En hier ga ik heel erg veel plezier van hebben, want ik vind deze zo leuk. Maar deze zijn ook gewoon lekker warm in de winter. Dat verbaasde me eigenlijk best wel erg. Ze zijn helemaal gevoerd tot de neus met bont, dus dat is heel erg lekker. Het is net bont, dus geen zorgen. En ja, dit is gewoon helemaal knock-off Gucci. I don't mind, ik vind het helemaal geweldig. En dat is die. Oh, en er zit nu wol in mijn oog. En dan als laatste heb ik nog 1 schoenendoos. En ik ben benieuwd wat hierin zit. Dit zijn... Oh ja, deze vond ik zo vet. Dit zijn hele vette hakjes eigenlijk. Een soort van loafers, maar dan met een best wel brede hak. En dan heeft het hier een soort van heel vet soort van gespel of zo. En het is dan in een soort van glanzend slangenpatroon. Heel erg leuk vind ik deze. Gewoon in de 39 heb ik deze besteld. En dat zijn deze. Het is super simpel, kan onder alles. Kan heel erg chic staan, maar ook super leuk casual. Dus dat is deze. En dat is dan het laatste wat er in de doos zat. Jullie zien niet wat voor types bij het is, dus dat ga ik maar even heel erg veel opruimen. Maar ik hoop dat jullie deze extra video leuk vonden. Ik ga nu kijken wat er in mijn ogen zit, want echt, het brandt als de tering. Maar ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Laat zeker eventjes achter wat je favoriete item was uit deze shoplog aan mijn oog. En dan spreek ik jullie snel weer. Hasta la vista, muchachos.